Welkom bij het YouTube-kanaal van 24trains.tv. Mooi dat je weer kijkt. Zomervakantie is voorbij. En naast heel veel nieuwe treinenfilms is er ook weer natuurlijk een nieuw 24trains TV report. En ook uiteraard een trein van de week. Ik geef je nu een overzicht, maar je kunt de complete films bekijken op 24trains.tv als je abonnee wordt voor maar €4,99 per maand. Kan jij ook zo genieten van oude Duitse stoomloks? Nou, dat komt goed uit, want in augustus is de stoomlok 41241 na een lange restauratie in dienst gekomen bij de VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. Straks vertel ik er meer over, maar er is nog veel meer ander nieuws te zien bij 24trains.tv. Ik zei het al, er is een nieuw 24trains report. In dit 36e report praten we je traditiegetrouw bij over het treinennieuws van de laatste tijd. En deze keer nemen we de laatste stand van zaken door met je over de ICNG, de koploper en de verkoop van de ICR-rijtuigen. Verder hebben we nog beelden van een testtram in Uithoorn en de eerste ICEL in Duitsland. Ga snel naar 24trains.tv, bekijk het volledige report. Als je de andere 35 reports wilt terugkijken, kan dat natuurlijk ook als je abonnee bent. Het tweede deel van de serie Toen en Nu staat inmiddels ook online. In deze driedelige serie uit de Verenigde Staten van Amerika nemen we je door authentieke beelden mee naar plekken die nu compleet zijn veranderd. Dit tweede deel gaat over Crawford Hill, bekend als de steilste helling in de staat Nebraska. De route over Crawford Hill, gelegen aan de Butt Subdivision, was ooit een rustig lijntje van Chicago, Burlington en Quincy spoorwegmaatschappij. Tegenwoordig is er veel verkeer over deze spoorlijn. Op het begin van de jaren 70 werd de route even de belangrijkste voor kolentreinen uit de pas geopende mijnen in het Powder River Basin in Wyoming. Eind jaren 80 was de lijn grondig herbouwd om de kolentreinen te doen. In dit deel zijn beelden te zien tussen 1987 en 1989. Veel oude Amerikaanse dieselloks komen voorbij, dus voor de liefhebber is het schitterend. Volgende week volgt het laatste deel van deze serie. Gaan we van de VS naar Engeland. De Lakeside and Havertwaite spoorlijn is een 5,1 kilometer lange historische lijn door het prachtige Engelse Lake District National Park. Het is een voormalige zijlijn van de Furness spoorlijn, oorspronkelijk uit 1869. British Railways sloot de spoorlijn tussen 1965 en 1967. De huidige spoorlijn, heropend in 1973, gaat van Havertwaite naar Lakeside, aan de voet van het Windermere, het langste meer van Engeland. In deze speciale video, die is opgenomen op een heerlijke lentedag, een zonnige lentedag zelfs in 2023, kan je genieten van het beste uitzicht op de lijn, namelijk vanaf de voetplaat van een stoomlocomotief. Je reist mee met de oudste machine van deze museumspoorlijn, de Andrew Barclay Kilmarnock, gebouwd in 1911. Je ziet de locomotiefbemanning keihard werken. Genieten van het prachtige uitzicht kun jij doen langs een van de mooiste stoomlijnen van Engeland. De Brabantroute is de verbinding door de provincie Noord-Brabant van Moerdijk naar Venlo via Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. De lijn heeft naast het reguliere reizigersvervoer ook veel goederenvervoer. In een klassieke nieuwe treinsportersfilm werd er gefilmd tussen Grinsveen, tussen Deurne en Venlo op 28 april 2023. Naast de NS-treinen werden er ook veel goederentreinen gespot van onder andere Railtracks, RVO, Lineas, PLS Cargo, DB Cargo, SBB Cargo, LTE en RTW Cargo. En ook omgeleide ICE's en Nightjets kwamen voorbij. Genoeg variatie dus. Je hoorde het net al even bij de Veluwse Stoomtreinmaatschappij, de VSM, is sinds augustus een stoomlocomotief uit de bouwrijje 41 in dienst. 41-42 om precies te zijn. Deze stoomlok werd in 1939 gebouwd door de firma Borsig in Berlijn. Daarna heeft de lok vanuit onder andere bedrijfswerken Hannover, Braunschweig, Göttingen en Osnabrück dienst gedaan voor de DRG en de DB. Na haar buitendienststelling door de Deutsche Bahn in 1978 werd ze eigendom van de BSW-groepen Gelsenkirchen-Bismarck. In 1991 werd besloten dat de lok alsnog gereviseerd werd. De eerste rit was naar Narvik, het hoge noorden van Noorwegen. Door het passeren van de Poolcirkel kreeg de locomotief de naam Polster. De stoomlok werd in 1999 door een aflopende revisietermijn weer buiten dienst gesteld. In december 2006 werd de machine in bruiklijn afgestaan aan de Stoomstichting Nederland. In 2015 nam de VSM de lok over die meteen begon met de restauratie. En die duurde uiteindelijk 7 jaar. De grootste wijziging was het terugbouwen van een oliegestookte naar een kolengestookte installatie. Daarvoor moest er weer een nieuwe asbak gemaakt worden en kwam de bekende vuurdeur terug op het ketelfront.
Nadat op 5 augustus 2023 een zogenoemde lastprobevaart werd gereden met een volledig gereviseerde lok, kwam deze meteen in actieve dienst bij de VSM. Op 9 augustus gingen we naar de VSM om deze prachtige machine speciaal voor 24trains.tv op film te zetten. Bij 24trains.tv kan je mooie modelspoorbanen bekijken, binnen en buiten. Zo komt Trackside Model Railroading iedere maand een video van de mooiste banen in de Verenigde Staten. Ze brengen ook iedere maand een modelspoorblad uit, dat je natuurlijk ook bij ons digitaal kunt lezen. Net zoals andere bladen, zoals bijvoorbeeld de Railhobby en uit Zwitserland het bekende Loki. En dit najaar komen we met nog veel meer prachtige modelspoorbanen, want enkele modelspoorhobbyisten hebben zich bij ons gemeld en hun prachtige banen speciaal voor 24trains.tv gefilmd. Heb jij een mooie baan en kan je die ook een beetje goed filmen? Camera een beetje stilhouden, zodat we rustig kunnen kijken? Laat het ons weten. Misschien zie jij je modelspoorbaan dan wel terug bij ons hier bij 24trains.tv. En heb je onze materieel specials al gezien? Er is een special over de koploper van de Nederlandse spoorwegen. Dat is misschien wel de meest beeldbepalende materieelsoort vanaf de jaren 80. Misschien ook wel de meest geliefde materieelsoort bij het personeel, de reizigers en natuurlijk ons, de treinenliefhebbers. In het 24trains.tv report kan je zien dat de langzaamstellen worden afgevoerd en inmiddels ook gesloopt. Voor 24trains.tv was dat een reden om een koploper special te maken die dit voorjaar uitkwam. Heb je hem gemist? Geen nood. Je kan natuurlijk gewoon terugkijken, net als alle andere treinspecials over de Benelux-trein, de NS-diesels en nog veel meer. Vergeten jullie trouwens de Nationale Raildagen niet. Die worden gehouden volgende week op 15 en 16 september. En uiteraard doet 24trains.tv mee. Iedereen in heel Nederland kan tijdens die dagen zien hoe boeiend de railsector is. Spoorbedrijven zetten dan vol trots hun poorten open voor het publiek en bieden hen een warm welkom. Ook bouwprojecten, stations en tentoonstellingen zijn door iedereen te bezoeken. Ga snel naar raildagen.nl en daar vind je een volledig overzicht. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. De trein van de week is natuurlijk de bouwraaie 41. Tussen 1937 en 1941 werden er in totaal 366 van deze loks gebouwd. Alle bekende locomotieffabrikanten in Duitsland namen deel aan de bouw van de locomotieven, waaronder Borsig, de machinefabriek Esslingen, Henschel & Zoon, Arnold Jung, locomotieffabriek Gauss, Maffei, Krupp en nog veel meer. Na de oorlog werden ze verdeeld tussen Oost- en West-Duitsland en Polen. Ze deden dienst tot 1987 in Noord-Duitsland. Zoals je net al zag heeft de VSM er sinds kort één, dus als je de 41 onder stoom wilt gaan zien, dan kan je daar naartoe. Welke trein, tram of locomotief moet volgens jou de trein van de week? Laat het ons weten in een comment onder deze video. Zoals je ziet, de collectie van 24trains.tv die blijft iedere week door. Inmiddels 4500 treinenfilms en magazines. Daarmee zijn we absoluut de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Je kijkt vanuit je luie stoel naar jouw favoriete treinenfilms, want er is voor elke liefhebber wat. En bij 24trains.tv word je niet gestoord door reclame, dus je kan ongestoord kijken en lezen. Hoe fijn is dat? Voor onze abonnees hebben we ook extra kortingen geregeld waar je nog eens een keertje van kan profiteren. Nou, waar wacht je nog op? Ga in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand ben je het al, dus voor die prijs hoef je het niet te laten. En dat maakt je treinenhobby helemaal compleet. Wat vind je trouwens van deze video? Wij zouden het natuurlijk leuk vinden als je hem een like geeft. En abonneer je dan ook meteen op ons YouTube-kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van onze nieuwtjes. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.